Deze zesramer is starter geweest. Die heb ik 6 weken geleden gemaakt. En misschien 7 weken geleden gemaakt. En 6 weken geleden leeggehaald. Daar de doppen uitgehaald. En 1 dop laten zitten. Dat doe ik vaak met starters. Vooral snelle starters. Dit noem ik een snelle starter. Daar stort ik gewoon een paar kilo bijen in. Van verschillende kasten. Die geef ik een raampje broed. Open broed. Die laat ik een dag staan. De dag daarna haal ik 's ochtends het broedraam eruit. Dan zijn ze een paar uur later totaal broedloos. Dan zijn ze hopeloos moerloos, zoals dat dan zo mooi heet. En dan een paar uur later hang ik daar larfjes in van verschillende lijnen. Oh, ik heb de roker aangemaakt, ik heb zwarte handen. Daar hang ik dan larfjes in van verschillende lijnen. Of van 1 lijn, dat hangt er vanaf wat ik nodig heb. En in dit geval hebben daar ook larfjes in gezeten van de B17. Dat is dat volkje, het mini plus volkje dat op Caruel heeft gestaan. Waar de leverancier van de darrenvolken was van Caruel, een bevruchtingsstation in Duitsland. Dus dat is gewoon goed materiaal, anders komen die niet op een bevruchtingsstation te staan. Die dop die is uitgelopen, dat heb ik al gezien en bevrucht. Ik heb al gezien dat ze aan de leg was. En vandaag ga ik er overzetten in een grote kast, zodat ze ruimte heeft om te groeien en dat ik er in een grote kast kan inwinteren. Dan krijg ze ook een paar ramen erbij. Ik winter ze meestal op 9 ramen in. 8, 9 ramen, dit zou ik op 8 ramen kunnen, maar ik wil ook gelijk wat raadvernieuwing doen. Dus ik doe denk ik 9 of 10 ramen, dan ga ik ze licht voeren, zodat ze die ramen nog mooi gaan uitbouwen voor de winter. En dan moet ik nog ergens kijken of ik iets van een vroa-behandeling kan doen, want dat heb ik in dit geval niet gedaan. Ook al was het een moerloos volk, ik heb ze niet behandeld. Ik weet ook niet waarom niet, gewoon dit niet, is gewoon mee ingeschoten. Dus daar moet ik nog iets op bedenken hoe ik die ga behandelen. In ieder geval ga ik nu de eerste stap doen, dat is overzetten in een grote kast. Kunnen we gelijk kijken hoe goed ze het doet, hoe het broedpatroon is en hoe snel ze tot ontwikkeling kan komen. Dus kijk gerust mee. De grote kast komt op dezelfde plek te staan als de oude kast natuurlijk. Wij hebben er vaak al een beetje moeite mee dat de kast er anders uitziet. Het vlieghart heeft een ander kleurtje. Daar worden ze niet vrolijk van. Ik probeer het vlieghart op dezelfde plek te houden. Het zit nu hier. Dus ik probeer dit gat weer op deze plek te zetten. Ik zet deze even tijdelijk aan de kant. Die heeft goed gewicht. Dus die hebben wel wat gehaald. Die heb ik heel veel gevoerd. Eerlijk gezegd weet ik dat niet meer. Spanbandje kan ik dan dadelijk wel weer gebruiken. Kijk ik even of het vlieggat goed zit. Ja, dat ziet er goed uit. Het vlieggat zit ongeveer op dezelfde plek. Dan zet ik deze weer even op hoogte, dan kan ik makkelijk werken. Tijmen, ik bel je zo even terug, ja? Tot zo. We hebben geen voer meer hier, dus we zullen toch ook zelf wat gehaald hebben dan. Ja, ik zie jonge bijen, dus dat is in ieder geval broed van haarzelf uitgelopen. En ik zie ook oude bijen. Die zetten we even aan de kant. En dan is het zaak dat we de kast op dezelfde wijze, de volgorde van de ramen op dezelfde wijze in de kast hangen, dan verstoren we de ontwikkeling van het volk het minst. Die bijen die hebben daar een idee bij, met de inrichting van dat hele broednest. In dit geval begin ik met het tweede raam, omdat aan het eerste raam zit wat braamraad, dan heb je altijd kans dat je de bijen wat meer rolt en erger nog, dat je de koningin dan per abuis rolt. Ik zeg braamraad, dat bedoel ik niet, ik bedoel raad wat dikker is uitgebouwd, spekraad. Nou, dit is een zeer positieve. We staan hier onder de bomen, dus. Ja, dit zijn natuurlijk raten zoals je die bij elk volk wenst. Aan de andere kant. Zo ziet het een broednest van een gezond volk eruit. Ik heb hem omgedraaid, dus op dezelfde manier terughangen. Zo. Oh, ik heb mijn kapje helemaal niet op, zie ik.
Die ga ik zo even opdoen. Dit zijn wel acties waarbij je bijen natuurlijk irriteert. Dat er dan een bijtje tussen zit die zegt, ik steek je eens even lekker in je oog. Die kans is natuurlijk echt aanwezig. Maar dit raad heeft in de hoek al broed. En daaromheen zit mooi voer. Dat is eigenlijk precies zoals we het hebben willen. Dit tijdstip van het jaar. Maar eigenlijk hebben deze dus ruimte tekort. Want echt alles is belegd op voer. Tenminste tot nu toe. Kijk dan, zo af en toe dan zie je een bij dat je denkt, huh? Deze bij, ik weet niet of het te zien is. Die is dus, die heeft gewoon de kleuren van de canica. Ik vind ze eigenlijk wel heel rustig. Ik ga nog heel even door zonder kapje. Ik echt denk van het wordt risicovol, dan doe ik de kap op. Ik heb hem hier wel liggen. Ik probeer eigenlijk steeds vaker niet alleen met blote handen te werken, maar ook zonder kap. Dat je dat nog bewuster maakt van hoe je met de bijen omgaat. Ik heb nogal de neiging om wat snel te werken. ADHD'er van huis uit. Prachtig raam weer, helemaal vol met broed. En aan de bovenkant een klein randje voer. Nou, we gaan richting de winter, dus dat willen we ook. Er moet een mooie voerrand om het broednest gaan ontstaan. Hier rood en grijs stuifmeel aan de pootjes. Ik doe toch even mijn kapje op. Het is wel een erg ruige actie om zonder kap te doen. Dan vraag je erom, zou ik haar zeggen. De kast ziet er ook mooi schoon uit. Nou, weer zo'n volledig broedraam. Aan de onderkant darrenbroed, daar zit wat voer in. Dus ze hebben nog geen behoefte om darrenbroed aan te leggen. Ach, mooi om te zien. Jullie staan ongunstig, dus dat zal slecht te zien zijn. Maar aan de onderkant daar broed en boven helemaal mooi. Het broedraam legt een hele mooie gesloten broed aan. Mooie broednesten aan. Dus dat ziet er gewoon heel positief uit. Daar wordt de imker blij van. Ik schuif de ramen even op. Nou, en hier heb ik zelfs nog een half darrenraad in hangen. Geen idee waarom. Blijkbaar had ik dat op dat moment voor handen. Oh ja, dat is natuurlijk een statter. Dus dat zijn dan oude ramen die ik uit andere volken haal. Om zo'n stattertje weer te vullen. Oh, en die is bijna helemaal voer. Deze kant ook. Dus dit volk zit nu op 4 ramen volledig broed. Een hoek met broed. Nou, dat is prima. Ik hoop eigenlijk dat deze ertussen past. Dat doe ik even anders. Ik laat zo min mogelijk bijen rollen. Dat is dan een mooi voerraam. Dus dan weet ik dat de verzorging met voer dat die goed is. En dan kan ik tussen het voerraam en het volk kan ik een kunstraadje hangen. Dan hebben we hier nog een beetje bijen. Ik kijk even of ik daar de koningin tussen zie. Dat zie ik niet, dus die hebben we ergens op het raam. Even ergens op een raam gezeten. Had ik niet gezien, heb ik ook niet naar gekeken. Kijk ik nooit naar. En die bijen mogen dan nu in de kast. Deze laat ik hier even staan. We kunnen de laatste bijen eruit vliegen. Een paar grasprietjes. Voor mij een kleine moeite om ze eruit te halen. Voor de bijen is het veel werk, dus dat haal ik dan altijd even weg. Nou, dit is echt waardeloos, dit bijteltje. Een paar dode bijtjes die uit de bodem van de kast komen. Met het afstoten zijn de ramen iets verschoven. Vooral nieuwe ramen die je laat uitbouwen, die moeten natuurlijk mooi recht hangen. Dat ze die mooi uitbouwen. Hier nog wat troep. De opgeslagen kantraam heeft gezeten. Spinsel. Nou, dit ziet er goed uit. Ik krijg ze een voerbak van me. Dan kan ik ze al voor de winter gaan voorbereiden.
en een doek. Ik heb niet zoveel rook. Oh ja, nu komt hij. Twee raamraadjes weghalen. Dan kan het doek erop. Doek is koud, dus dan is hij niet zo vormbaar. Die propolis, als die warm wordt, dan kleeft hij mooi aan. Dus de eerste keer moet je hem altijd even iets aanduwen. Dan komt de voerbak erop. Ja, die kunnen ze doorheen. Kunnen ze boven langs lopen, kunnen ze hier de voerbak in. Ik draai hem even om. Dat vind ik fijner werken. Ja. Dan krijgt van mij een slokje voer en een beetje Be Strong. Be Strong is een eiwitvoer dat ik voer. Dat laat ik eventjes zien. Dat krijgen ze van mij twee keer. Eén keer in juli, normaal eind juli. En één keer in augustus. Bij je die, zo winter ik er bij je in. Zodat ze een extra shot eiwit hebben. Waardoor de aanmaak van de winterbijen, nou ja, in ieder geval beter gaat. Gegarandeerd goed gaat. Dat gaat ook prima als die bijen zelf een goed eiwitten kunnen halen. Maar dat is altijd een risico. Dus daarom geef ik ze graag. Dan krijgen ze 40 milliliter. Dit is een doseren systeempje trouwens. Dat draai je er dan zo op. Hier zit een slangetje in, een dopje met een slangetje. En dat slangetje, daarmee zuig ik dan de Be Strong op. Ik kan en doseren en ik kan het makkelijk krijgen, eruit halen zonder gedoe. Het is duur spul, dus een beetje zuinig mee zijn. Dat is prima. Eerste shotje wat ze krijgen is puur. Liever had ik 1-op-1 gedaan, maar dat heb ik op dit moment niet bij de hand. Een litertje of 3, een kilo of 4. Krijgen ze. Tot zover. Het eerste volkje overgezet.